Nou, we zitten hier bij Michael van Gerwen. Allereerst, hartstikke leuk dat we een keer met jou mogen praten. Je hebt de operatie net gehad. Hoe is het met je? Ja, ik wel goed. Mag ik niet klagen. Natuurlijk is het sneller dan iedereen verwachtte. Maar ik voel mij wel oké. Dus vandaar dat ik hier ben. Nou, dat is hartstikke goed om te horen natuurlijk. Over die operatie zelf. Die was natuurlijk de dag na dat je die enorme spannende finale hebt gewonnen bij de Premier League. Daarna moest je ook nog om 1 uur 's nachts nog wat interviews geven. Hoe ben je die nacht ingegaan? Ja, die nacht die ben ik alleen maar 's ochtends uitgekomen. Toen ben ik gelijk naar het vliegveld gegaan. Omdat ik was ook een beetje, als ik nu ga slapen, ik kon nog maar 1,5 uur slapen of zo. Ik moest al vroeg naar het vliegveld. Ja, dan ben ik maar gelijk door naar het vliegveld gegaan. Gelijk door voor de operatie. En ja, eigenlijk allemaal goed gegaan. En dat is toch het belangrijkste. Ja. Tijdens het interview nadat je hem won, toen was je natuurlijk ontroerd. Mijn vraag is, de afgelopen jaren heb je zoveel gehoord van de pers. Michael die wint, wanneer wint hij weer zijn titel weer? Voelt het dan extra lekker om te laten zien van hallo, ik ben nooit weg geweest, ik kan het gewoon. Ja, tuurlijk, maar ik denk dat ik het ook al heb laten zien tot aan de Premier League finale. Ik had ook 2 Eurotours gewonnen, een paar Pro Tours gewonnen. Ja, dus ik hoef niks meer te bewijzen. Ik heb alles al bewezen wat ik moet en wil bewijzen. En natuurlijk wil ik dat er nog meer toernooien voor, gaan komen. En natuurlijk heb ik targets die ik wil bereiken. Er is er weer een mooi begin van. En door zo'n Premier League te winnen, is daar weer bevestiging, geeft vertrouwen. En vanuit daar kun je weer verder bouwen. Had je tijdens de Premier League finale enigszins last van je hand? Irriteerde? Nee. Daar moet ik eerlijk zeggen. Misschien een onbewustzijnde, maar niet echt fysiek of zo. En deze operatie, is die ook zo gepland dat je hem nu had gedaan? Omdat de World Cup dat niet meer voor de ranking, World Series. Dat heeft er allemaal mee meegemaakt. In principe speelde ik 2 toernooien niet voor de ranking meetellen. Dus vandaar dat de keuze hierop is gevallen. En verder in het jaar heb ik eigenlijk geen keuze. Want je wilt ook niet te dicht naar een WK doen. Naar een WK kan ook niet, want dan komt de Premier League weer aan. Dus voor mij de opties waren heel minimaal. Hey, morgen ga je natuurlijk in Amsterdam spelen. Van de zomer ga je weer naar Australië. Heb je een vakantie tussendoor nog kunnen plannen überhaupt? Ja, ik ga een paar dagen met mijn vrouwtje naar Ibiza toe. En eind juli ga ik even met mijn gezinnetje weg. Dus mag niet klagen. Gaat er iemand ook mee naar Australië of is dat dan weer te ver mee voor je? Nee, een vriend van mij die vorig jaar, 3 jaar geleden, voor corona ook mee is geweest, gaat weer mee. Dus die is er regelmatig bij. Die gaat ook alle Eurotouren toernooi met mij mee. Ja, dus is fijn. Hey, veel plezier morgen, veel succes. En we gaan je kijken en zo. Dankjewel, jongen.